jongens, hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik een super gemakkelijke Valentine's make-up look maken voor de absolute beginners. Nu mijn excuses als je dingen achter mij hoort. Philippe, zit daar. Hi liefje. Wat ga alsjeblieft de geluid afzetten en het oogjes insteken? Ik heb alles afgezet. Oké, super. Voor degenen die het nog niet hebben opgemerkt, ik had vroeger twee bureaus hier staan in een hoek. Maar nu heeft Philippe er ene gekregen. Dan heb ik dus nog ene over hier onder mij. Tada! Dus ja, eigenlijk ga ik er nu gewoon aan beginnen. Als jullie graag willen zien wat voor een super easy make-up look ik ga maken, blijf dan zeker kijken en let's go! Nu voor degenen die beginners zijn. Ja, Jolijn, hallo, ik heb het tegen jou. Als jij een make-up look wilt opnemen, dan is het sowieso heel belangrijk om je huid goed te verzorgen. Ik heb daar straks een dagcreme op gedaan. Ik heb hem ook gewassen, wat super belangrijk is. Echt waar, mensen. Het wil niet zeggen omdat je 's avonds je make-up afhaalt en je gezicht was, dat je dat 's morgens niet moet doen. Want tijdens de nacht komen er olieën vrij op je gezicht en je wilt geen olie op je gezicht hebben als je make-up aanbrengt. Dus was die sowieso, reinig hem goed en doe dan best iets van een dagcrème op of iets van een moisturizer of zo. Er zullen er sowieso wel goede moisturizer voor elk huidtype zijn. Ik gebruik nu gewoon deze van Neutrogena. Dat is de Neutrogena Hydro Boost Aqua Gel. Die draagt super leuk uit. Zo ziet hij eruit. En die ga ik dus nu eigenlijk gewoon over heel mijn gezicht aanbrengen. Ik ga mijn spiegel wel iets hoger zetten. En dan ga ik dus gewoon in met die, met die moisturizer. En voor diegene die echt net zijn begonnen, je moet van mij geen primer gebruiken. Je kunt dat doen. Maar in principe is moisturizer / dagcreme ook prima voor je gezicht te preppen. Wat ik fijn vind aan deze moisturizer is dus dat hij een beetje sticky wordt, waardoor dat de make-up die er zelfs opkomt, waardoor dat hij dus goed blijft zitten. Dan kunnen we doorgaan met de ogen. En obvious gaat het een Valentine's make-up look zijn, dus ga ik met dit paletje in. Dit is een super mooi paletje met hele mooie roze tinten in. Dit is het Revolution Reload Provocative-achtig iets. Ja, ik kan het niet lezen. En ik kan het niet zeggen, maar ik zal sowieso het paletje beneden in de beschrijving zetten. Deze kost letterlijk 4 euro. Dus voor zoveel kleuren en zo'n goede pigmentatie is dit iets zeer goeds. Plus, by the way, die van Essence zijn ongeveer hetzelfde van prijs, maar die zijn wel een pak minder van kwaliteit. Dus deze palet is awesome. Ze hebben er nog meer van. Eens even kijken. Ik heb er echt kei veel van hun. Als je kunt zien, ik heb deze hier. Deze is ook van Revolution. Revolution Reload Iconic Fever. Ik heb hier Neutrals 3. Ik heb hier Marvelous Matte. Echt super mooi palet. Dus ik heb er redelijk veel ervan. En ik hou gewoon van deze paletten. Dus awesome product. Maar we gaan dus in met deze mooie roze tinten. En eigenlijk gaat het echt super gemakkelijk zijn. Wat je nodig hebt is 1 kwast. That's it. Liefst een grote fluffy kwast, zodat het handig is om alles te blenden.
Je kunt uiteraard deze kwast nemen, maar je kunt ook een iets kleinere kwast gebruiken. En dat is zo ene, dat is een iets kleinere fluffy kwast. Die is ook prima, maar ik werk toch liever met een grotere. Gewoon puur omdat het makkelijker is om te blenden en zo. Dus voor een beginner stel ik voor om zo'n kwast te gebruiken. Ik denk dat je deze kwasten ook apart kunt krijgen bij bol.com, geloof ik. Of op Wish, obvious. Maar ja, oké, ik ga dus in met de kleuren. En zoals ik daarnet al zei, ga ik het heel simpel houden. Dus ik denk dat ik in ga gaan met deze kleur. Dit is een super mooie roze kleur. En dit is de kleur 1. Ja, dit is kleur 1. En die ga ik dan dus aanbrengen. Ah, mensen, kijk die kleur. Check. Zo mooi. En ik heb gewoon maar geswatcht, hè. Meer heb ik niet gedaan. Moest jij nog meer pigmentatie willen, dan kun je altijd je kwast nat maken met fixing spray of met water of god weet wat. Ik heb hier een super goede fixing spray van Max & More. En die ga ik dus mijn kwast mee nat maken. En dan ga ik dus in de kleur 1. En die ga ik dus aanbrengen eerst in de arcadeboog. Ook aan de andere kant. De arcadeboog is dus dat plooitje waar je hier tussen je bewegende ooglid en je wenkbrauw bot zit. Dat is de arcadeboog. Ik zal sowieso ook een foto tevoorschijn laten komen dat jullie kunnen zien wat is. Nu, ik ben heel eerlijk. Ik ben geen make-up artiest. Dat is gewoon een feit. Goed, ik heb deze aangebracht. Ik ga die nog even iets beter blenden. Die roze kleur is echt super mooi. En wat ik dan ga doen, is ik ga mijn vinger pakken. Ik pak altijd mijn ringvinger. En die breng ik dus ook in diezelfde kleur. En dan ga ik die aanbrengen op mijn bewegend ooglid. Dat we dus eigenlijk in principe maar één kleur gebruiken. Ik zal ook een keer kijken of er gewoon een mono oogschaduw van bestaat. En dan zet ik die beneden in de beschrijving. Goed, die is al bewegend ooglid. Dan gaan we nog eens in met de blending kwast. En dan blend ik alles weer mooi. Zo. Zo, dit is dus hetgeen wat ik momenteel heb. Ik vind het wel leuk. En het is ook Valentijn-achtig met het roze. Dus ja, hier zijn we af met de ogen. Allee, de oogschaduw toch. Dus die heb ik terug weg. En dan gaan we in met mascara. Ja, ik ga beginnen met mascara. En de mascara die ik gebruik is van Essence. Dit is de Essence Lash Princess False Lash Effect Mascara. En deze is waterproof. Dus awesome. En die breng ik dus aan op mijn wimpers. Obvious. En deze mascara is echt geweldig. Er is er nog één mascara, super mooi, maar die is van Catrice. Dat is de Catrice Glam & Delf False Lashes Mascara. Is awesome. Ik ga eens kijken of ik die nog heb liggen. Nee, die zal sowieso uitgedroogd zijn. Maar die is ook super goed. Eens kijken. Heb ik hem hier? Nee. Maar ik heb hier wel nog een andere van Catrice. Het is er Catrice Rocoutour Mascara. Die is ook waterproof. Ik gebruik echt keiveel waterproof mascara's. Tja, helaas. Dan gaan we door met de wenkbrauwen. En
Voor de wenkbrauw, als je hele mooie volle wenkbrauwen hebt, moet je daar niet veel mee doen. Ik zou ze gewoon even omhoog kammen. Maar aangezien mijn wenkbrauwen niet awesome zijn, ga ik ze wel een beetje bijtekenen. En ik ga mijn kwast zoeken. Daarvoor. Hier dan deze gebruiken we. Die is echt heel mini. Heel precies. En ik ga dus eigenlijk gewoon simpelweg een oogschaduwpalet in. Deze is van de Primark, maar die verkopen ze niet meer. Dus en ik gebruik altijd deze kleur. En dan ga ik mijn wenkbrauw lichtjes mee bijtekenen. Op de plekken waar dat het moet ingevuld worden. Maar wat je eventueel ook kunt doen, is gewoon met een getinte wenkbrauwgel ingaan. Daar heb je er ook keiveel van op de markt die goedkoop zijn. Ik heb er persoonlijk geen. Ik ga veel liever in met een poeder. Gewoon puur omdat het dan een iets zachter effect geeft. Dan ga ik nog eens met die spoelie erdoor kammen. Zodat de poeder mooi wordt verdeeld. En dan ga ik uiteindelijk ook nog in met wenkbrauwgel. Zodat uw wenkbrauwen mooi op zijn plek zitten. Die zijn dus ook van Max & Mor. Max & Mor heeft eigenlijk wel goede producten. Zo. En dan gaan we door met het gezicht. En aangezien wij dus die moisturizer al hebben aangebracht, kunnen we direct doorgaan met de rest. En wat ik eerst doe, is gewoon een concealer. Oeps. Ik ben ermee aan het smijten. En de concealer die ik gebruik is van Essence. Het is de Essence Camouflage Matte Concealer in de kleur 20 Light Ivory. Maar mijn all-time favorite is nog steeds van Catrice. Dat is de Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Die gebruik ik meestal 007 en 001. Maar vandaag ga ik die van Essence gebruiken. Aangezien ik al zo'n beetje ben aan het aftasten welke of dat die goed is en zo. En een concealer die ook geweldig is, is deze van Revolution. Dit is de Revolution Conceal and Define Concealer. Het zijn ook heel goede concealers. Maar ik heb vandaag een met die van Essence. En wat ik nu ga doen is dat ik dus een paar dotjes ga zetten. Met de concealer. En vroeger ging ik altijd in met een met een beauty blender. Deze was mijn geliefde dingen. Maar ik ben nu meer into de kwasten. En ik gebruik deze kwast ervoor. Die is fluffy, maar die heeft heel veel haren. Dus dat is ideaal om te blenden. Dus ik ga de concealer blenden. En wat de bedoeling is, is dus dat je niet gaat draaiende bewegingen maken, maar je gaat hem erin duwen. En de concealer, wat belangrijk is, is dat je dus richting je wenkbrauwbot gaat. Dus je gaat niet zo gaan, maar zo. Zodat dat mooi wordt opgehelderd. En dat doen we dus ook aan de andere kant. Plus, zo gaat de oogschaduw die dat we hebben gebruikt wat strakker worden. Moest je daar niet zo voor zijn, dan kun je ook terug met die fluffy kwast ingaan voor de eindjes wat te verzachten. Maar dat ga ik niet doen. Zo. Zo. Deze aangebrachte concealer. En moest jullie een heel goede huid hebben, kunt je het gewoon laten met de concealer onder je ogen. Maar mijn huid is absoluut niet perfect. Dus ga ik gewoon verder in met die concealer om te spot concealen.
Nu, het is zeker niet de bedoeling om met een lichte concealer in te gaan op onzuiverheden, omdat die nog meer worden... dat wordt dan gehighlight, als je het zo kunt noemen, gelijk... Kijk hier en kijk daar. Dit ziet er een pak lichter uit, gewoon puur omdat je dan meer wakker lijkt. En als je dus gaat spot concealen, dan is het een beter idee om een tint te gebruiken die dat je, ja, gewoon die een beetje overeenkomt met je normale huid. Dit is de Catrice Camouflage Cream Concealer en het is in de kleur 010 Ivory. Dat is een heel goed product. En daar ga ik dus met die kwast van de concealer, daar ga ik mee in. En dan ga ik die concealer dus aanbrengen op de plekken waar de dekking nodig is. En dan kunnen we doorgaan met afpoederen. En je hebt twee soorten poeders. Je hebt gewoon compact poeder, maar je hebt ook losse poeders. Ik heb hier een geweldige losse poeder. Die is van Yves Rocher, is wel iets duurder. En hij is ook een van Yves Rocher. De producten die ik gebruik gaan sowieso beneden in de beschrijving staan. En wat ik dan ga doen, is ik ga een kleinere poederkwast erbij halen. Even zien. Hier dan deze ga ik daarvoor nemen. En daar ga ik dus in. Ik tap het af. En dan ga ik dus mijn concealer zetten. Poeder is super belangrijk. Zodat alles mooi gezet wordt. Op zijn plek blijft. En dat uw make-up niet gaat beginnen lopen door de dag heen. Dat is wel super belangrijk. En wat ook weer belangrijk is, is dat je in tappende bewegingen de poeder aanbrengt. En ik breng je alleen aan op de plekken waar dat ik iets van een product heb gedaan. Concealer. Dus, en gezien ik zelf een heel droge huid heb, doe ik het liever op die manier. Plus, wat dan ook wel goed is, is dat uw eigen huidskleur zo, uw blosje een beetje erdoor komt. Dus ja, poeder is afgerond. Nu, je kunt uiteraard ingaan met een blush. En ik denk dat ik dat vandaag ga doen. Maar als je op een budget zit, kun je uiteraard ook gewoon ingaan met dat oogschaduwpalet wat je hebt. Een hele mooie kleur zou die kunnen zijn, of de peachy kleur. Nu, ik ga met deze kleur in. Dan ga ik mijn poederkwast voorbij nemen. Het is een redelijk grote. Wat je eventueel ook kunt doen, is gewoon deze kwast gebruiken voor die je hebt gebruikt voor het poeder. Maar ik zou het ook beter ingaan met zo'n kwast. En dan ga ik dus die dingen goed aftikken. En die brengen we dan aan. Wat je eventueel ook kunt doen, is zo'n beetje op je neus doen. En uiteraard de key is blenden. Ook weer in tappende bewegingen. Ik
Moest je het gevoel hebben dat er op een bepaalde plek te veel is, dan kun je nog met die poederkwast erover. En dan kun je uiteraard, als je dat wilt, met een highlighter ingaan. En daar kun je ook weer exact hetzelfde palet voor gebruiken. Ik heb vandaag wel een highlighter gebruiken en ik ga deze lichte gebruiken. En deze hier dat is de kleur 8. Dat is best een mooie kleur. En daar ga ik dus met een kwast in. Je kunt eventueel die poederkwast ervoor gebruiken. Ik ga dat helemaal niet doen. Ook aftikken. En wat belangrijk is, is dus dat je die aanbrengt op je wenkbrauwpot. Op je beenderen. Wat een mooie sheen. Ik ga een beetje op mijn neus aanbrengen op mijn en op mijn cupidoboog. Wat ik super mooi vind. Zo, dit is wat ik dan momenteel heb. En je kunt uiteraard ook een mascara op je onderste wimperrand aanbrengen. Maar ik denk dat ik dat niet ga doen. Omdat het redelijk cute is. Dus ik denk dat ik het gewoon zo ga laten. Je kunt eventueel ingaan met een lippenstift als je dat wilt. Ik heb hier een super mooie lippenstift. En dat is van Maybelline, de Maybelline Superstay Matte Ink in de kleur 15 Lover. Het is echt een super mooie kleur. Ik heb er nog een paar. Een heel mooie nude kleur van Root. Dit is de Root Nodorgeous Liquid Lip Color en de kleur Obscene Chester of zoiets. Het is wel een mooie nude kleur. Of je gaat gewoon in met een lippenbalsem. Dat is helemaal aan u. Maar ik denk dat ik in ga gaan met die nude lip. En dit is dan hetgeen wat ik heb. En uiteraard wat wel best belangrijk is, waar je ook best aan kunt investeren, is een fixing spray. En de fixing spray die ik gebruik is ook van Max & More. Echt waar. Het zijn echt goede producten. Je hebt er uiteraard ook van Essence. Ik heb hier een liggen van Essence. You Better Work. Gym's Proof. Ik denk dat ik die vandaag eens ga gebruiken. Ik heb die nog maar één keer geprobeerd. En ik vind het eigenlijk schandalig. Maar die ga ik dus nu aanbrengen. Zo. Wapperen. Eigenlijk de make-up look die ik heb gemaakt. Ik vind het er wel super cute uitzien. En redelijk Valentijnachtig. Dus als jullie deze video leuk vonden, zet een duim omhoog. Vergeet hier beneden ook niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En op het belletje ernaast te klikken, zodat je altijd op de hoogte wordt gebracht wanneer iets uploadt. En tot de volgende. Doei.